Ja hoor mensen, daar is hij weer. Dag Mike, meneer de manager. Dag VoiceOver. Ja, het was leuk bij het hotel, moet ik zeggen. Het was een leuke locatie. Zag er goed uit, zag er goed uit. Ja? Kekkie-bekkie, strakkie-bakkie in pakkie. Zeker. Ja. Ga je ook nog een keer mee of doe je alleen maar gewoon de VoiceOver? Want... Zeg, doe eens even gauw rustig. Ja, ik vraag me af, wanneer jij je handen uit de mouwen? Nee, maar hallo, dit is ook werk, hè? Oké, dat is goed. Vertel, wat gaan we doen? Nou, je krijgt er geen genoeg van, merk ik. Ik ben benieuwd of je hier klaar voor bent. Dat, Mike, valt nog te bezien. Oh, spannend hoor, voiceover. 3 hints liggen weer voor je klaar. 3 hints die jou hopelijk leiden naar het beroep en het bedrijf waar jij de handen weer zegt. Mike, waar ben je nou toch allemaal mee bezig, ja, jongen? Ja, dat is lang dag gelul. Nou, vooruit. Hint 1 dan. Voilà. Ach, kijk nou toch, dan koekeloeren we allebei. De bekendste worm van Nederland. Nou ja, voor de millennials dan toch. Dit is jeugdsentiment, hè, voiceover. Ja, precies. Moffel en Piertje van Huisje, Boompje, Beestje, toch? Nee, van koekeloeren, dat zeg ik niet. Koekeloeren. Maar wat had het dan met Huisje, Boompje, Beestje te maken? Helemaal niks. Oké. Okay. Mol, Pier. Ik heb geen idee. Nou. Om de grond. Snel hint 2 dan. Grond, mol, graven, graafmachine. Oeh, shake it baby. Lekker voor het brood, maar beter zonder. Dit is hagelslag, hè? Hagelslag. Hagel, mol, hagel, mol, weer, iets met weer. Weer, man, vrouw. Nou, het weer heeft er wel iets mee te maken. Maar goed, daar komen we zo wel op. Tijd okay. Voor hint 3. Mol, ik heb geen idee. Mol onder de grond, regen, hagel. Tja. Hier zijn gewoon geen woorden voor, Mike. Wat een heftig kiekje, wat een ramp, wat een ramp. Ik heb geen idee. Een ramp, mol en een pier. Dan sla je me dood, jongens. Nou, laten we dat niet doen, hè? Ik heb geen idee. VoiceOver, help me. Waar ga ik naartoe deze aflevering? Nou, Mike, eerst eens even een schot voor de boeg natuurlijk. Hè? We laten je eerst nog even lekker zwemmen natuurlijk. Waar denk jij dat je aan de slag gaat? Nou, als het er zo uitziet, dan heb ik er niet heel veel trek in. Het is een ramp. Een ramp. Wat is het eigenlijk? Het is een botsing. Botsauto's. Kermis? Kermis, maar dit is helemaal... Oké, we helpen je een klein stukje op weg. Ja, hagel. Wat zie jij op foto 1? Koekeloeren. Koek? Ja. Bakker. Wie staat er links op de foto, Mike? Dat is Pier. Heel goed. Ik weet het. Ik weet het. Moet ik het zeggen? Of... Zeker. Ja, maar... Daar wachten we al 10 minuten op, Mike. Pier 15, het skatepark. Mike, je gaat de handen uit de mouwen steken als skate-instructeur bij Pier 15. Hé, hey, maar waar heeft dit dan allemaal mee te maken, voiceover? Wat draag jij altijd in een skatepark, Mike? Dan draag jij aan jouw voetjes Vans. Ja, en Vans. Op foto 3 staat een hele grote... Grote ramp, hè? Een ramp, inderdaad, Mike, een ramp. Wat is een ramp? Wat is een ramp? Wat is dit dan voor onzin, jongens? Een skate-ramp, Mike. Wat is een skate-ramp? Ik weet zeker dat jij het ook niet van tevoren wist, meneer de voiceover. Je hebt nog veel te leren, wegwezen. Ja, ik ga er naartoe. Oh, wat een ellende. Als je nu zit te kijken en denkt, nou wat heeft Mike toch een grote broek aan? Dat klopt, groter dan normaal, maar dat heeft alles te maken met de werkplek waar ik vandaag ga werken. Dat is namelijk bij Pier 15. En er staat me een hele hoop te gebeuren. Het is heel erg veelzijdig, heb ik al gehoord. Skateboardles, bardiensten draaien, DJ-sets opbouwen, van alles. En daarvoor is hier ook Mees, want Mees, jij werkt bij Pier 15, hè? Ja, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Mees. Leuk dat ik hier mag komen werken met jou. Ja, zeker weten. Ja. Zoals je net al zei, we zijn hier bij P15 op het mooie haveneiland. Mm-hmm. En wij zijn eigenlijk de thuisbasis voor vele skateboarders, jong en oud, die hier komt om een lekker biertje te drinken. Zelf geef ik hier skateles op zaterdagochtend aan kleine kids en werk ik ook achter de bar. Oké, nou hartstikke leuk. Maar waarom heb ik nou zo wijde broek aan en jij niet eigenlijk? Want jij hebt dit pak aangegeven. Ja. Ja, het was warm vandaag, dus ik dacht ik doe een lekkere luchtige broek aan die ik kan afditsen. Ze zo meteen nog hard gaan werken. Want dit hoort er echt bij. Dit hoort erbij, zeker. Ja, je ziet er goed uit, toch? Nou ja, dankjewel. Het is wel anders dan wat ik normaal aan heb. Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar ja, het hoort erbij natuurlijk. Hè. Ik moet me helemaal onderdompelen in jouw wereld. En begin daar dan maar snel mee, Mike. Vorige uitzending heb jij al cocktails mogen maken in het hotel. Laat maar eens zien wat je kunt achter die bar. We hebben de vaste gast alvast laten weten dat je zou komen. Eens even kijken waar dat toe geleid heeft.
Zoals je kan zien is het nu helaas nog niet zo druk. Het is ook begin van de dag. Dat is waar. Het is maar normaal staat er dus wel eens een rij tot achter in de, nou, in de cabine, zeg maar. Dus we gaan nu gewoon even wachten tot iemand wat komt bestellen en dan dat is goed. Mag jij diegene helpen. Ja, wel goed werk. Ja, hè? Hallo, welkom. Twee biertjes, Mees. Yes. Nou kijk, we willen natuurlijk niet dat Manu het biertje krijgt en dat hij al helemaal dood is. Ja. Dus wat we eerst doen, we laten eerst de klant betalen. Ja. Hoe weet jij dat de klant Manu heet? Ja. We zijn hier heel begaan met onze klanten, zeker. Dus we kennen van veel mensen hun naam. Ik snap het. Oké, maar dan tik je hier zo, zie je twee biertjes staan. Ja. Druk je op twee biertjes, vraag je, wil je pinnen of met cash betalen? Wil je pinnen of met cash? Pinnen. Ja, dan drukken we hier zo op de pin. Ja. Dan kan zij mooi de telefoon er tegenaan houden. Wordt er gepind. Kijk eens. Ja. En dan gaan we twee biertjes tappen. Wat ook is, stel je voor ze bestelt een cola en een biertje. Dan zetten we eerst mooi de cola op de bar. En het biertje tappen we altijd als laatste, zodat hij niet dood wordt. Dan krijg je vers bier. Ja, precies. Ik ga er eentje tappen, dan mag jij de ander doen. Oké, je zet hem open. Je houdt hem schuin. Je zorgt dat de tap het biertje niet raakt. En op het einde trek je hem weer recht. Laat je hem even doorschuimen. En dan veeg je hem af met dit ding. Onderkantje even een beetje schoonmaken. Dan zetten we hem mooi met het etiket naar voren. En dan zijn we genieten van. Oké. Okay. Nou, aan jou de eer. De tweede, daar komt hij. Ja, kijk, nu heb je dus heel veel schuim. Oh, dat denk ik ook. Omdat je hem gelijk eronder hield. Wat je wil proberen... Het is lang geleden, maar ja, ik bier dat snap heb getapt. Ik. Wat je wil proberen, je zet hem open. Ja. Je laat hem 1 seconde doorstromen en dan hou je hem eronder. Dus kijk. Dan heb je niet die grote laag schuim. Oh ja. En dan draai je hem mooi open. Nou, en met etiketje naar voren. Probeer nog maar een keertje. Nog een keertje? Ja joh. Je krijgt er een derde bij, maar nu gewoon van het huis. Kijk eens, dat gaat goed. En hou hem recht. En einde. Even af laten schuimen. Dan met het zwaardje. Ja, dat is een perfect biertje. Ja? Twee vingers. Zeker. Kijk eens. Ja, heel erg bedankt. Kun je er tegenaan, hè? Ja, kan helemaal goed. Geniet ervan, hè. Doei, doei. Nou, dat ging goed, toch? Ja, ja jij zegt even, het, hè? Even eentje inkomen, maar ja, dat hoort altijd bij, hè? De eerste ja, pannenkoek mislukt ook altijd, precies, hè? Dat. Die tweede was perfect. Nou, Mike, dat compliment kun jij lekker in je zak steken. Hopelijk heb je jezelf niet stiekem tussendoor een gouden rakker achterover geslagen, want het is namelijk tijd om achter het stuur te kruipen. En bij P15 doen ze niet aan lopen, want bij skaters moet alles op, ja, rolletjes gaan. Oké, nou rechts is gas, links is remmen. Probeer nergens tegenaan te rijden. A few moments later. Ik ga wel rijden. En dit doe je dus elke keer als er... Ja, deze kussens die halen we s'avonds natuurlijk weer gewoon naar binnen. Want ja anders worden ze zeiknat. En dan 's ochtends leggen we het weer klaar. En zo maar heb je heel veel van die kleine taakjes, zeg maar, die even gedaan moeten worden. En dat maakt het werk ook juist leuk en super gevarieerd. Zeker. Maar je hebt maar 3 van zulke bankjes dan waar kussens in. En die daarachter moeten ook nog een paar kussens in. En als mensen dit zien en denken, hey, ik vind het wel leuk en lekker om hier te kunnen werken, dan mogen ze gewoon zich aanmelden. Ja, zeker. Ze kunnen een mailtje sturen naar P15. De mailadressen staan op de site. Mm-hmm. En we zijn altijd op zoek naar leuke, toffe mensen. Dus
Okay. Wees niet en stuur gewoon een mailtje met een leuke motivatie erbij. Hey, en dat is voor skileraar, nee, ja. En dat is dus voor... Als skateleraar. En als barpersoneel kan je werken. En je kan het ook allebei doen zoals ik doe. Zij, ja. Ik geef dan op zaterdag skateles en dan op zondag en op woensdagavond sta ik hier achter de bar te knallen. Ja, lekker volzijdig. Ja, zeker weten. En soms zijn er ook wel eens DJ's, heb ik gehoord. Is het echt lekker feest? Ja, klopt. Vanmiddag komt er ook een DJ. We probeerden eigenlijk... in het weekend elke dag een DJ te hebben, om zo ook wat mensen te trekken en een switch te bouwen. En dan wordt daaronder wordt ook een beetje gedanst en zo, dus hartstikke gezellig. Nou, hartstikke leuk. Misschien dat het hier zometeen nog lekker losbarst. Ja, ja, ik zeker. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om het feesten, hè Mike? Er wordt ook volop geskate. Nou, tijd voor jou om de fijne kneepjes van het skaten te gaan leren. Ja, waar staan we nu, Mees? We staan nu op het basketbalveldje. Normaal doen we de skatelessen binnen, maar als het zulk mooi weer is zoals vandaag, dan gaan we lekker buiten skaten. Ja, snap ik. Dat is wat wij ook gaan doen. Ik heb hier een mooie helm. Okay. En bescherming voor jou. Kijk eens. En een skateboard, die mag je aantrekken. En dan gaan we eerst even bepalen met welke been je voor staat, ja. Hoe je moet vallen, hoe je moet steppen, hoe je moet sturen. En dan gaan we lekker skaten met z'n tweeën. Okay, nou, hartstikke leuk. Want jij geeft al heel lang skateles, neem ik aan, toch? Ja, al meer dan een jaar nu eigenlijk. Ja. En altijd op zaterdagochtend aan kleine kids. En dat is van alle niveaus is dat eigenlijk. Vanaf beginners, wat ik jou zo meteen ook ga uitleggen. Ja. Naar de gevorderde al. Ergens beginnen, hè? Precies, zeker weten. Dat gaat hartstikke goed komen. Maar ik wist helemaal niet eens dat dat bestond, joh. Van die lessen echt voor kinderen skateboarden als een soort zwemles, ja. Zeg maar, met ja, instructeurs. Precies. Ik wist het helemaal niet. Nou, ik moet ook zeggen, toen ik klein was en ik begon met skaten, was het ook niet. Dan ging je gewoon in je eentje de straat op en heel veel op je bek gaan. Ja. Maar nu we hier zo'n mooie plek hebben, is natuurlijk is het fantastisch om kinderen enthousiast te kunnen maken over skateboarden. Ja, zeker. Want wat maakt nou het skaten zo leuk? Voor mensen die zitten te kijken en denken van, nou, hè, wat is daar nou zo leuk aan? Wat ik het allerleukste vind aan skateboarden is, als je op voetbal zit, je mag niet scoren met je handen. Er zijn regels. Met skaten zijn er 0,0 regels. Je kan doen wat je wilt. Als jij een ollie wil doen over iets, doe lekker je ding. En als je dat niet wil doen, is er niemand die jou gaat vertellen dat je dat wel moet doen. Dus voor mij is het ultieme vrijheid. Er zit geen druk achter. Precies. Gewoon lekker skaten, je lekker hoofd skaten. Leeg maken. Okay. Ja, waar we dan mee gaan beginnen, is bepalen met welke voet je voor staat. Ja. Wat ik altijd met de kids doe, is je linkervoet naast je skateboard, rechtervoet erop. Je gaat gewoon even lange halen maken, naar voren en naar achter. Is gelijk om de bovenbeentjes ook even op te warmen. Okay, dan gaan we het nu met de andere voet doen. En zoals je misschien gelijk al merkt, is het met de ene voet veel chiller om te doen dan met de ander. Ja, ik denk die eerste. Okay, ook rechts. Is dat vaak hoe je bent? Ja, dat is vaak hoe je bent. Nou, zullen we beginnen dan? Ja. Ja. Ik ben er klaar voor. Dan gaan we die kant op skaten. Okay. En je kan ook halverwege nog wisselen van voeten, als je merkt dat het toch niet goed gaat. Okay, wat belangrijk is dat je je voet net achter de schroefjes houdt. Net voor de schroefjes. Ja. Je stept, je maakt een lange haal, zet je achterste voet erbij en je draait je tenen naar voren toe. Ik heb nog een kleine angst, denk ik, voor het bord. Ja? Wacht, dus die moet echt hier helemaal op. Ja, je moet je achterste voet eigenlijk helemaal op de achterkant zetten. Ja. En als je dan staat, je wil niet zo blijven staan, maar je wil je tenen weer die kant op draaien. Ik heb dit zodat je in balans bent. Ik heb dit echt nog nooit gedaan, denk ik nu eigenlijk. Ja, dat is niet erg. Kijk, dit gaat hartstikke goed. Probeer nu dan je voorste voet te draaien, zodat alle 10 je tenen dezelfde kant op staan. En zoals je misschien al merkt, als je één kant op leunt, dan stuur je ook die kant op. En als je de andere kant op leunt, stuur je die kant op. En dat is ook hoe we sturen. Dus je kan, als je naar links wilt, leun je op je tenen. Als je naar rechts wilt, leun je op je hakken. Maar ik zie gewoon al die kinderen die rijden ook zo weg, ja. Joh. Maar ja, die hebben heel die angst niet meer natuurlijk. Nee, die weten niet dat ze bang moeten zijn. Ja, maar dat komt omdat jij ook net dat verhaal hebt verteld van dingen die jij gebroken hebt. Ja. Hè? Dat helpt ook niet mee. Hè. Nou, Mike. Mocht er nog een keer een kampioenschap 10 meter stuntelen komen, dan trek jij die gouden medaille binnen waarschijnlijk.
Maar goed, je kwam hier om je handen uit de mouwen te steken. Tijd om de balans op te maken. Ja, de werkdag zit erop. We zijn hier even lekker gaan zitten met een biertje. Hoe vind je dat ik het gedaan heb vandaag? Ja, supergoed. Het skaten pakte je snel op. Het ging goed. Terrein opmaken ging ook goed. Biertje ging ook goed. Golfkarretje rij je iets minder. Dat kan je nogal een beetje oefenen. Maar dat heb je gelijk in. Dat kan het beste overkomen. Ja. En dat skaten ging op zich wel... De angst heb ik op zich redelijk overwonnen. Maar het is nog wel eng inderdaad om zo'n helling af te gaan. Ja, dat snap ik. Ik heb het pas een kwartier gedaan, denk ik. Een half uurtje, het zal niet meer zijn. Dus op zich, daar kom je misschien vanzelf wel een keer in. Zeker weten. Ja. Als je blijft oefenen, dan wordt het steeds minder eng. Ja. En ik moet zeggen, je deed het supergoed. Dus ik zou het vooral gewoon nog een keertje doen. Dankjewel. Ik vond het heel leuk om vandaag met jou te hebben mogen werken. Ja, ik ook. Dus, dankjewel. Dankjewel. Daarvoor geniet nog lekker van het mooie weer vandaag en het zonnetje. En ik hoop dat je het ook lekker lang mag blijven doen. Zo, zeker weten. Ja, wie weet het, tot de volgende keer. En jullie ook bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Handen uit de Mouwen. Houdoe! Proost.